Danny Verbeek, allerbelangrijkste vraag, de eerste vraag, hoe gaat het met je? Ja, gelukkig gaat het goed. Iedereen gezond hier en prima. Dus wat dat betreft kunnen we niet en mogen we niet klagen. Nee. Uiteindelijk is dat niet nu, maar eigenlijk altijd in het leven het allerbelangrijkste. De gezondheid van jezelf en de mensen om je heen. Ja, absoluut. Alleen nu, hè. Nu wordt er meer over gesproken en komt elke dag het nieuws. En dan is het wel fijn om dat we nu kunnen zeggen dat iedereen gezond is. Ja. Dan besef je ook dat voetbal de belangrijkste bijzaak is? Absoluut. Hè. Kijk, we vinden het allemaal prachtig om te doen natuurlijk. We hebben er heel veel plezier in. En vooral nu merk je hoeveel je het mist. Alleen, gezondheid is niet te koop. En het klinkt allemaal als een cliché, maar het is gewoon echt zo. Ja. Je zei het zelf al, mis je het spelletje echt? Ja, tuurlijk. Kijk, normaal zit je er elke dag in. En dan denk je ook wel van vandaag, eigenlijk heb ik niet zoveel zin. Maar ja, als je dan nu zo elke dag thuis zit, dan merk je wel dat je gewoon nog echt liefhebber bent. Ja, want hoe beleef jij deze periode? Ja, ik denk hetzelfde als iedereen. Moeilijk natuurlijk, hè. Je bent uit je ritme. Je krijgt veel mee op het nieuws dat veel mensen ziek zijn, dat veel mensen overlijden. Dus dat is gewoon erg lastig. Wat ik net zeg, je hoopt gewoon dat iedereen gezond blijft. En je moet thuis blijven, voor de rest kan je niet heel veel doen. Ja, duidelijk. Ben je dan in je achterhoofd wel ergens met voetballen bezig, de competitie hervatten bijvoorbeeld? Hoe sta jij daarin? Ja, ik moet zeggen, dat komt bij mij nou niet als eerste boven, zeg maar. Ik denk ook niet dat het op dit moment het belangrijkste is. Kijk, we moeten zorgen dat we alles zo snel mogelijk onder controle krijgen, dat het virus zo snel mogelijk weg is. En dan daarna kunnen we wel weer een keer aan voetbal gaan denken. Alleen, wat ik zeg, dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Nee, we hebben eerst een andere wedstrijd met elkaar en niet alleen hier in Nederland, maar over de hele wereld te winnen. Ja, absoluut. En ik denk dat dat de belangrijkste wedstrijd is. Ja. Danny, je hebt twee kinderen, een zoon en een dochter. Gaat het dan nou thuis over meneer Danny? Qua school? Nee. Zover is het nog niet. Maar bij mij zijn ze ook een stuk, of nog relatief jong. Hè. Ze zijn 4 en 6. Dus wat dat betreft hoeven ze bij ons toch niet heel de dag te blokken. We proberen wel natuurlijk wat dingen bij te brengen. En wat letters te leren en wat cijfers. Alleen. Het is over het algemeen nog wel gewoon lekker kind zijn en vooral veel spelen. Ja, maar de staartdeling en zo, die hoeft Danny nog niet uit te leggen. Nee, gelukkig niet. hoe vul je zelf nu je trainingen in? Ben je aan het trainen voor jezelf? Ja, ik probeer wel mijn ritme te houden. Dus ochtends is het relatief vroeg, hè, want de kinderen zijn wel vroeg wakker. En dan gaan we wel ontbijten en dan ga ik in ieder geval wel eventjes trainen. Dan probeer ik een rustig plekje te zoeken. Dus of naar het bos of via bij de Oosterplas. Om gewoon om in ieder geval wel gewoon een beetje mijn conditie bij te houden. En in ieder geval een beetje regelmaat te houden. Ja, en heb je daarin dan ook contact met bijvoorbeeld technische staf en je medespelers? Qua medespelers sowieso. Hè. We hebben groeps waar we gewoon redelijk actief in zijn. We hebben af en toe contact met de trainers over hoe het gaat, of iedereen gezond is en zulke dingen. Ja. Als we toch even terugkijken naar het afgelopen seizoen. Je maakt een uitstekend seizoen door en als er een prijs voor zou zijn, ben je in ieder geval de koning van de assists. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Wat je zegt, ik voelde me eigenlijk gewoon wel erg goed. Ik was fit en ik heb alles kunnen spelen, dus wat dat betreft ben ik gewoon hartstikke blij. Het is wel zonde dat ik zo op het terrein komt. Ja. En dan komt er altijd een formele periode in het seizoen, de datum 1 april. En dan valt ook de naam Danny Verbeek, waar het contract formeel wordt opgezegd door de club. Ja, klopt. Ik had een optie in mijn contract. Die kon de club van hun kant konden ze hem lichten. Door alle ellende in de wereld, mede daardoor denk ik, is dat niet gebeurd. We gaan kijken wat de komende tijd brengt. Ja, want dat betekent, even dat formeel uitleggende, een formeel verhaal, maar het betekent niet dat we Danny Verbeek eventueel volgend jaar niet terugzien in de vliegt.
Nee, ja, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar ja, Den Bosch heeft in ieder geval wel de intentie uitgesproken om verder te gaan. Ja, goed, dus we moeten kijken ja, hoe dat gaat lopen en hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Maar ja, weet je, ja, dat is op dit moment niet voor mij het belangrijkste. Nee, begrijp ik helemaal. Andere dingen zijn veel belangrijker op dit moment. Maar hoe staat Den Bosch heeft de intentie uitgesproken? Hoe staat Danny Verbeek er zelf in? Als Bosschenaar? Nou ja, weet je, kijk, het is duidelijk dat ik gewoon, ik kom uit Den Bosch en ik speel hier al zo lang dat ik het fantastisch naar mijn zin heb, absoluut. Dus ja, het is altijd heel moeilijk zeggen in de voetballerij natuurlijk, hè. Wil je nog één keer kijken waar je plafond ligt of wil je nog een keer een avontuur aangaan, dan is er misschien dit wel het ideale moment. Aan de andere kant ja, is het gras ook niet altijd groener bij de buren en ja, besef ik ook van wat ik hier heb. Ja. Dus ja, dan moeten we gaan kijken wat het beste is, denk ik. En Bosnaar Bij hoor. alle partijen. Ja, maar Bosnaar horen in Den Bosch op het veld te staan, hè, Danny? Ja, daar ben ik wel grotendeels met je eens. Supporters hebben ook de kans gehad wat vragen in te zenden. Bij deze neem ik ze even door met je. Ja. Bij welke amateurclub ben je begonnen met voetballen, Danny? BVV. Maar daar heb je niet lang gespeeld. Nee, ik was 7 toen ik ging naar Den Bosch toe, dus ja, 2 jaartjes denk ik. Ja, 2 jaartjes. En toen ben jij begonnen, want toen speelde de jeugd van Den Bosch nog op Zuid bij BLC. Ja, naast het provinciehuis, klopt. Ja, daar, even kijken, als ik me goed kan herinneren is daar 1 jaartje geweest. Ja. En toen zijn we naar OVA verhuisd. Ja, en dat was een fantastische tijd aan de Jan Sluiterstraat. Ja, dat was echt top. Ik spreek met veel mensen en ja, iedereen heeft daar warme gevoelens bij. Hè. Absoluut. Ik kan nog geen eens uitleggen, maar gewoon die sfeer was altijd top. En onderling was super, absoluut. Ja, als ik dan mag proberen met je uit te leggen, want wij kennen elkaar natuurlijk al heel veel jaren. Was die tijd het sportpark aan de Jan Sluiterstraat Den Bosch echt in een volksbuurt, wat bij de club past. Maar dat sportpark, daar stonk het in de positieve zin van het woord ook gewoon naar voetballen. Ja, dat klopt. Hè. Vooral die eerste jaren, kan ik me nog wel herinneren, die hele oude kleedkamers. Ja. Ja, dat was misschien ook wel een beetje typisch Den Bosch. Daardoor, maar, daardoor stonden we al met 1-0 voor bijvoorbeeld, want de tegenstander wist niet waar het in terecht kwam. Als de tegenstander daar kwam, dan was de wedstrijd al gespeeld, ja. Nee, maar goed, daarna ook hè, met naar de verbouwing, ja, was super. Ik weet nog, hè, als het eerste jaar altijd dan in de voorbereiding speelde, zeg maar, die sfeer, altijd heel druk. Dat is wel hoe ik me die tijd kan herinneren. Ja, als ik dan kijk naar de jeugdopleiding die nu weer echt floreert binnen de club. Vanaf het jeugdcomplex daar kon je ook de lichtmasten zien staan. En uiteindelijk was dat het doel. Daar had je een weg om te bewandelen. Was dat ook de kracht van het jeugdcomplex? Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig. Kijk, nu trainen ze ook veel met BV, toch? Dus dan is het nog dichterbij. Maar ja, ik weet niet. Dat was gewoon eigen. Dat was van ons. En daar kwam alles en iedereen van Den Bosch. En, ja, natuurlijk. We hadden goede lichtingen natuurlijk. Alleen, ja, die sfeer die deed ook echt iets, ja, absoluut. Ja, als je dan over lichting hebt, mooi bruggetje naar de volgende vraag. Wat is de beste jeugdspeler met wie je hebt samengespeeld bij FC Den Bosch? Of wie is de beste jeugdspeler? Ja, weet je, er zijn eigenlijk best veel goede spelers geweest. Alleen, ja, als ik dan kijk, zeg maar, wie uiteindelijk het verst is gekomen en wie er toen ook echt een enorme stap heeft gemaakt, dan is dat denk ik wel Van Aanholt. Die is uiteindelijk in de C1 volgens mij naar PSV gegaan. Maar ja, toen in 1,5 jaar tijd maakte hij wel echt een hele grote sprong. En dan kan je ook zien waar hij nu is. Hè. Premier League en Nederlands Elftal. Dus die heeft denk ik wel aardig gedaan. Ja. Ja, kun je dan de tijd ook nog herinneren? En ik zei het al, wij stonden toen ook met elkaar op het veld. Dat kleine Patrick van Aanholt toen vooral niet zo blij was dat hij van links buiten naar links achter of links centraal achterin moest. Dat is voor mij ook natuurlijk heel lang geleden, maar ik weet wel dat hij al het aanvallen was aan het doen. En, alleen ja, ik denk dat die switching geen windtijd heeft gelegd. Nee, dat denk ik ook niet.
Dat was de beste jeugdspeler. Wat is überhaupt de beste speler met wie je hebt samengespeeld? Ja, dan moet ik denk ik terug naar mijn standaardperiode. En dat was Bart Spee, denk ik, ja. Oké. Ja. Ook een mooie speler om te kunnen noemen dat je daarmee hebt samengespeeld. Ja, maar ja, weet je, uiteindelijk zit je er zelf niet zoveel mee op. Alleen eigenlijk natuurlijk wel een prachtige carrière, absoluut. Nee, zou hij dan niet zeggen van, ja, Danny Verbeek? Ik betwijfel het, maar we moeten het misschien een keer vragen. Doen we, die blijft staan. Hoe voelt het voor jou om captain van FC Den Bosch te zijn? Ja, het geeft een trots gevoel natuurlijk. Hè. Kijk, wat we net zeggen, ik ben al heel lang speel ik bij Den Bosch en heel even weg geweest. Alleen, nu dat ik terug ben, het geeft gewoon een trots gevoel. Hè. Je komt uit de stad en als echte Boschenaar geeft het wel een goed gevoel, absoluut. Ja, super. Ik neem aan dat je ze veelvuldig ziet, nou ook de kinderen laat zien. Maar de mooiste goal uit je carrière? Ik moet zeggen dat mijn kinderen zijn er absoluut niet mee bezig. Dus helaas. Dus, nee? Nee, die geven wij niet om. Maar dat moeten ze ook lekker zelf weten. Ze moeten doen wat ze leuk vinden. Dus, maar ik denk RBC thuis met Den Bosch. Dat was... Ik zou bijvoorbeeld niet weten wanneer het was, maar het was in ieder geval in mijn eerste periode. En het was een beetje vanaf de middenlijn eigenlijk. En ik moet zeggen dat de verdedigers ook wel een beetje mee door aan de kant gegaan, maar ja, dat was denk ik wel de mooiste. Ja, jammer, een club, je noemt de club RBC, een club die helaas niet meer bestaat. Want het waren altijd wel leuke wedstrijden, zowel uit als thuis. Ja, ik vond RBC, dat had al wat wel iets, ja. Best leuk stadion ook. En, ja. Volgens mij is Den Bosch nog een keer kampioen worden zelfs. Hè? Zeker. Dan moet ik even terug in mijn gedachten. Volgens mij 99. Ik durf de datum niet te zeggen, maar volgens mij maakte Leurlingen toen 2. Hè? Zo, ja, klopt. Een hele zonnige zondagmiddag in Roosendaal in 1999 was dat. Ja. Ja, ik was er niet bij, maar ik heb ervan gehoord. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar het antwoord op de volgende vraag van een van de supporters. Welke wedstrijd van FC Den Bosch is jou het meest bijgebleven? En hoef je niet per se gespeeld te hebben. Niet per se gespeeld hebben. Ah. Kijk, weet je, waar ik als supporter het eerste succes mee heb beleefd, zeg maar, dat was natuurlijk de thuiswedstrijd tegen Veendam, hè, met Powell in de laatste minuut die naar de cornervlag rent. En daardoor het kampioenschap. Dus dat was, als supporter zijn er wel gewoon het eerste moment van... van succes, zeg maar. En gewoon een mooi moment. Ja, ik zag toevallig ook deze week een filmpje voorbij komen met mascotte Jan Michels. Die avond geschorst was en als Bossie speelde. Dat klopt, ja. Dat heb ik teruggezien ook. En als speler? Als speler hebben we... Ja, ik moet even kijken. We hebben 2 keer de periode kunnen winnen. Maar ik denk dat ik dan toch ga voor vorig seizoen, hè, tegen Dordrecht... dat we daar de periode pakten. Ja, inderdaad, mooie wedstrijden. Al hebben we vorig jaar heel veel mooie wedstrijden gespeeld thuis. Als ik denk aan FC Twente thuis, Roda thuis. Ja, absoluut. Maar, een volle vliert. Toch uiteindelijk blijven succesmomenten blijven het meeste bij, denk ik. En vooral als je iets tastbaars kan winnen. Ja, helemaal mee eens. Wie is je beste maatje bij FC Den Bosch? Nou, we hebben eigenlijk meer een kaartgroepje, zeg maar, waar we af en toe, als we tijd hebben, een potje met kaarten. Dus dan Wouter van der Steen, Nick Leijten, Jens van Zon zit er altijd bij en een paar koop ik natuurlijk al ken vanuit de jeugd. Ja, dat is wel het groepje waar ik het meeste mee optrek. Ja, heb je dat wel tegenstand met kaarten of moet je ze veel leren? Nou, weet je, ik moet ze ook af en toe een beetje laten winnen, want anders stoppen ze dadelijk mee. Hè? Dus het is een beetje geven. Ben je kaartmaatjes kwijt? Ja, precies. Moet je ook niet hebben. Ja. Danny, welk beroep zou je hebben uitgeoefend wanneer je geen profvoetballer was geworden? Ja, of ga je misschien uitoefenen, ook na je voetbalcarrière? Die vraag die krijg ik best vaker van, hè, wat ga je doen? Of wat zou je... Nou ja, dat is heel erg lastig. Alleen... Van vroeger uit, zeg maar. Mijn ouders hebben altijd in de horeca gezeten. Dus misschien was ik dat wel gaan doen. Dus heb ik zo te denken. Ja, voor de rest
Ja, na mijn carrière blijf ik, ja, denk ik wel een beetje in de voetballerij, omdat ik dat wel heel erg leuk vind. Nou, schuilt er een trainer in jou, een jeugdtrainer in eerste instantie? Nee, ik weet niet of ik echt de kant op zou willen van jeugdtrainer, maar ja, iets in de voetballerij, Scheidsrechter ja. ook niet, denk ik. Nee, dat denk ik niet, nee. Laatste vraag, die komt van een huidig ploeggenoot en een voormalig ploeggenoot die nu ook in het blauw-wit in het oosten van het land speelt. Ik vul zelf de naam erin. Ik kan er denk ik wel een beetje invullen. Ja, kun je de vraag ook al invullen of zeg je, Nee, laat maar komen. absoluut Ja. niet. Wat moet je doen om zo'n voorbeeldig aanvoerder te worden? Nou, ik denk niet dat ik een voorbeeldige aanvoerder ben, maar ik denk Volgens dat. deze twee wel. Oké, nou, dat is altijd leuk om te horen. Nou ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven en niet te veranderen, zeg maar. Ik denk als je een spelletje gaat spelen, of in ieder geval anders bent, of anders doet dan je werkelijk bent, dan staan mensen heel snel doorheen prikken. En dat kenmerkt Danny Verbeek wel. Danny Verbeek is gewoon Danny Verbeek. Nou ja, ik denk wel dat ik gewoon dat ik altijd eerlijk ben. En ja, en soms bevalt dat niet en soms wel. Alleen ja, ik doe het niet om. Ja, ik doe het wel altijd in ieder geval om iemand te proberen te helpen en niet om hem af te breken, zeg maar. Duidelijk. Danny, hartstikke bedankt. Blijf gezond. Let goed op jezelf en op de mensen om je heen. En Dankjewel. onthoud meerdere dingen uit dit interview, maar vooral Bolsonaro horen in een bos op het veld te staan. Hè? Is goed, dankjewel. We spreken elkaar. Ja, zeker. Oké. Goed gezegd.